Landerers en Tornadus hebben we volgens mij. Kill. Wat een namen, joh. Oké. Daarvoor moeten we naar de Cobalt Coastlands. En voor Thunderous hebben we dus een weerconditie nodig waarin het dondert en het bliksemt. Dus. En nu schijnt de zon. Dat is niet helemaal wat de bedoeling is. Dus we gaan slapen tot de morgen. Als de morgen is gekomen. Ja, ik hoor het. Dit is wat we moeten hebben. Zie, juist. Bliksemschichtje. Gelijk 7. Meteen 7. Waarom? Als het niet lukt en je komt terug, maakt niet uit welk weer het dan is hij er gewoon. Dat is gekkigheid, of niet? Juist, daar is hij. Oké, dit is wel. Dit wordt wel weer heel lijp. Dit is ook omdat het moeilijk is. Waarom? Omdat we gewoon knijtershard op het water zijn. Wat wel heel erg chill is, is dat ondanks dat we op die vis zitten, hij ons niet ziet. Oké, dit is 1. Als hij nou eventjes ook een beetje hier blijft. Juist. Hier blijven. Natuurlijk moet hij die laatste weer bij die Pokémon's gaan. Om het ons gewoon nog makkelijker te maken. Kerel. Dit was niet heel goed gegooid. Nee, dat dacht ik al. Dit is ook niet heel erg nice. Waarom ben je zo vervelend aan het doen, Gyarados? Laat me even strijden, joh. Waarom doe je zo vervelend? Oh, deze man is zo vervelend aan het doen. Oh, kerel! Pokeball is gewoon niet goed gegooid. Daar komt het ook op neer. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Die Alpha Gyarados die is echt zwaar vervelend, jongen, die daar zit. Maar dat maakt niet uit. Laat ons niet stoppen door een Gyaradosje. De miskant doen dan? Juist. Helemaal niks in de gaten. Het gaat heel lekker dit. Oh, dit is niet best, dit is niet best. Dit is veel te spannend. Oké, let's go, let's go, let's go, let's go. Is het hebben gelijk? Is het hebben gelijk? Oh, nooit, 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 nooit. Oké. Oh, 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 oh. Let's go. We gaan hem pakken, jongens. Deze is wel moeilijk, jongen, op het water. Met die Gyaradosjes erbij. Wat het ook niet erg makkelijker maakt. Oké, hij ziet toch niks. Hij ziet niks. Juist, daar. Ga daar maar heen. Draai om. Draai om. Kijk dan, jongen. Kom op. Kom op. Dat is 1. Oké, ga een lekker balletje gooien. Dan zien we het wel. Hij gaat wel steeds verder weg, die gast. Kom eens hier, joh. Dus kan ik je niet raken. Oké, dat is 2. Oké, 1 ding moet nu wel gaan gebeuren. Dat is. Juist.
Kom op dan. Dit moet hem zijn. Dit is hem. Dit is hem. Oh, yes. Lekker zeg. Thunderous. Wow. Oké. Let's go. Dit was wel echt even strijden, jongens. Maar we hebben hem. We hebben hem. We zijn nu nog 2 Pokémons verwijderd om de Pokédex compleet te maken. We moeten Anemoris nog vangen en Giratina. Ook even deze gast aan jullie laten zien. Dus deze man heeft het ons heel zwaar gemaakt. Ah, lacht erom. Je lacht erom, mijn vriend. Maar wie het laatste lacht, die lacht het beste. En dat zijn wij. Huppakee. Dan gaan we nu heel rapido terug naar Miss Cogita. Die hebben een heel verhaal. Daar is niemand in geïnteresseerd. Oké, guys. Ik hoop echt dat jullie dit een super nice video vinden. Vind je het een nice video? Knal even die duim omhoog. Support mijn kanaal. Laat even weten dat je het een nice video vindt. Is ook nice voor mij. Oh, we moeten de Pokédex entry complete maken. Oké, dat is op zich niet zo heel erg moeilijk. Waarom niet? Dat ga ik jullie laten zien. Oké. Deze gasten heb je allemaal de Wild Bolt Storm in Agile Style. Nou, als we dat dus allemaal 3 keer doen, bij alle 3, heb je die Bleak, Wind, Wild Bolt en Sandshrew Storm. Het zal allemaal wel. Maar die gaan we dus even fixen. Je Pokémonnetje. Huppakee. Gelijk even gooien. Boom. Oké. Thunderous. We gaan even Thunderous. Gaat even thunderen. Welke moest je ook weer doen? Wild Bolt Storm in Agile Style. Super nice. Hij mist ook gelijk. Dat is ook echt lekker zeg. Jongen. Wat een kerel, jongen. Hup. Dat is 1. Oké, dat heeft dus geen effect. Dat is wel jammer. Maar goed, deze kunnen we dus nu niet nog een keertje doen. Dat is echt vervelend. Oké, dan gaan we nu meteen even die andere gooien. Hup, Landorus. Oké, zie. Sandshrew Storm, hoppakee. Bam. Ach, we missen die gasten de hele tijd, jongen. Kerel. Oké, we hebben dus nu van allebei 1 keer gedaan. Dat is echt alweer helemaal niks. Dit is echt niet normaal, jongen. Die aanvallen, die zijn echt wel sterk. Kom hier, vriend. Kom hier, joh, vriend. Hup. Bleak wind. Bam. Dat is meteen klaar. Nou, even snel die dingen doen. Dat heeft allemaal niet zoveel nut, maar maakt niet uit. Wel nice, kunnen we het vaak doen. Juist. Oké, deze heeft dus nu 2 keer gedaan. Die alle anderen hebben allebei 1 keer gedaan. We gaan nu even checken dat we gewoon doorgaan met deze aanvallen. Deze hoeft hem nog maar 1 keer te doen. Hup. Hoppa. Netjes. Lekker. Thunderous die gast. Dikke Pokémon's, hé. Kerel! Juist. Heel klaar. Nice. Oké, dus hoef alleen maar die aanval een paar keer te doen. Oké, hier. Hoppa. Hij heeft die last van, hoor. Daar gaat hij last van krijgen, die Luxray. Daar gaat hij last van krijgen. Gelijk afgelopen. Terecht ook, vind ik persoonlijk. Mazzel! Hup.
Oké, dat was hem. Juist. Alright. Nou, hebben we dat ook gefixt? Ze dacht, oh, je weet veel over Landers, Tornadus en Thunderers. Goed gedaan. Bedankt. Ze gaat ons nu de rest vertellen. Oké. Oef. Hier, daar is hij. Kijk dan, nee. Een hele gekke snake heeft hij ook om die keel hangen. Oké. Anamoris. Oké, dit is wel... deze moeten we gewoon hebben. Ja? Anamoris, die zit dus in de Crimson Mirelands. Tussen deze drie grote cirkels. Daar zit die. Bam. Daar is die. Oké. Oh, die begint al lekker. Dit wordt gewoon heel pittig, denk ik. Oké, dat is één. Die hebben we alvast in de pocket. Je kan hem maar beter hebben. Je kan hem maar beter hebben. Ik ga echt stuk als we deze gewoon nu in één keer vangen. Kijk, dit is zo vervelend, die modder. Oké, maar hij gaat hier nu wel even heel relaxed voor ons klaarstaan. Oké, waarom is die rook opeens? Oh, die is niet weg. Ik schrok al. Oké, ik ben nu helemaal dizzy. Dat is... Oh, dat draait hij de controle ook even voor eventjes om. Lekker dan. Dit is wel perfect. Dit is wel een perfecte. Oh, ik dacht dat ik hem gelijk had, hé. Hij is ook te mooi om waar te zijn natuurlijk. Twee. Kom op dan. Wordt dit hem? Boom. Kom op. Kom op. Yes! Boom. Oh, lekker zeg. Oké. Kerel. We hebben ze allemaal. Lekker zeg. We moeten Springtide Storm in Agile Style gaan gebruiken. Oké. Springtide Storm in Agile Style. Maaien we die even drie keer er doorheen. Hoppa. Dat is uno. Dat is nummer twee. Juist. Lekker. Even één keer die aanval erop pompen en dan is het klaar. Huppakee. Bam. En een gekke hartje ook. Mazzel, zegt hij met een hartje. Groeten. De groeten, jongen. De groetjes. Hier, Kojita. Kojitus. Let's go. We hebben gewoon die missie compleet gemaakt. Huppakee. Het belangrijkste hiervan is dit. Dat we een reveal glass krijgen. Missie 94 compleet gemaakt. Super relaxed. Oké. Let op, guys. Dit is Anamoris. Tornadus. Thunderous. En Landerous. Ja, hier staan ze. Mafkezen. Allemaal die bal in. Huppakee. Waar is dat? Hier is dat gebeuren. Juist. Juist. Bam. Let op. Alright. Kijk. Dit is zo vet. Vind ik. Kijk. Die plaatjes veranderen. Jullie weten al wat er gaande is. Dan gaat er iets veranderen. Dat weet je zelf ook wel, jongen. Oké. Dit is Anamoris. Opeens een dikke vette schildpad. Ja? Landerus. Zo, is een leeuw geworden? Niet normaal. Thunderus dan. Is een of andere... Wat is dit eigenlijk? Waar lijkt het eigenlijk op? Een zwevende...
Ik weet niet eens wat die is. Maar heel vet. En deze gast is gewoon een gekke vogel geworden. Oké, dus dit is wel... Dit is wel wat het moet zijn. Oké, Drop Army, dat was de video. Super nice dat jullie gekeken hebben. Vonden jullie het een leuke video? Knal die duim omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Zet het belletje aan als je geen video wilt missen. En voor nu zeg ik super bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Mazzel!